Goedendag beste kijkers en fijn dat jullie weer kijken naar een kijkje in de keuken. Elke aflevering met een speler of trainer uit de Keukenkampioendivisie. En deze week zijn we te gast bij misschien wel de populairste trainer van Nederland, de trainer van Cambuur, Henk de Jong. Zo, ja dat weet ik niet. Mr. Cambuur, hoe is het om hier te werken? Ja, het is hier, het is niet een makkelijke club, maar als je gewoon normaal doet en je werkt hard en je past goed op de mensen waar je mee werkt, ja, dan is het best een hele warme club. Maar waarom is het hier lastig? Ah, de mensen zijn rechtuit, direct. Ja, er wordt niet omheen gedraaid hoor. Het is een directe achterban. En, ja. Maar dat is ook mooi. En van de andere kant zijn ze ook weer hartstikke lief. Hè? Als het gezegd is, is het ook gezegd en dan staan ze weer achter je. Wat maakt Cambuur dan zo mooi? Het fanatisme in het stadion. Ja, dat is zo lekker om voor te spelen. En als trainer, dan ben ik ook gewoon trots op als ik dat zie. Of hoor, hè? Ik ben heel geconcentreerd, maar soms hoor je wel dingen. Je geniet van de kleine dingen? Ik geniet altijd van de kleine dingen. En dat is eigenlijk wel goed dat je dat nu eens even weer zegt, want je moet wel zulke dingen onthouden die mooi zijn. Hè? Maar dat gaat echt van dag naar dag en dan ga je weer. Hè? Maar dat is wel heel belangrijk. Klopt, goede tip. Je keert dan weer terug bij Cambuur, ook meer doordat je vrouw ziek werd. Het lijkt me ook wel moeilijk. Ja, het was lastig, maar kijk, ze had een burn-out of zware overspannen, hoe heet het. Maar dat was steeds verder gaan in jaren. Dat heeft niks met ons, met mijn vrouw en mij te maken, maar dat heeft met andere dingen te maken. En, ja, op een gegeven moment werd het heel vervelend en heel erg. Zit de emmer vol? Ja, wat toch? Hè? En dan moet je rijden vanuit Doetinchem naar huis en dan deed ik hem bijna iedere dag. Ja, dat was een behoorlijke belasting. Maar dat geeft niet, want dat deed ik met alle liefde. Maar toen ik de keus kon maken en heb ik gezegd, bam, knal door. Dan knal ik ook door en dan is het ook direct klaar. Ja, hoe vindt uw vrouw het en u dan zelf uiteindelijk, hoe de media ermee omgaat? De Johan Derksen bijvoorbeeld, die dan in Veronica aan zij zegt van, ja, Henk de Jong die gebruikt de ziekte van zijn vrouw om een overgang naar Cambuur voor elkaar te krijgen. Ik kan me voorstellen dat, ja, als jij dat zit te kijken samen met je vrouw, denk van... Ja, kijk, dat is een mening van Johan Derksen en ik ben een paar keer bij VJ Site geweest. Ik vind het keurige mensen. En dat is een mening van hem. En meer doe ik er ook niet mee. Ik ga binnenkort denk ik even een keer bij zijn muziek kijken. En nee, daar heb ik helemaal geen last van. Nee, dat is... Vroeger wel. Toen in het begin, toen ik trainer werd, dacht ik, potverdorie, wat zeggen ze allemaal over mij? Maar dat heb ik helemaal niet. Weet je, als je erop gaat reageren, dan wordt het erger. En ik zeg, ik reageer nooit ergens op. Nooit. Want andere mensen, die mag zeggen wat hij wil. Tuurlijk, ja. Ik vind niet dat terecht. Ik vond dat niet terecht. Maar achteraf is het mooi dat mijn vrouw, dat het in de openbaarheid kwam, want anders had ze gezegd, als mensen zeiden hoe gaat het met je, zei ze altijd het is goed. En nu kon ze niet zeggen, want ik had verteld dat het niet goed ging. Dus zij moest wel zeggen, het gaat niet goed. Achteraf is dat de redding geweest. Dus ik ben heel blij met die opmerkingen. Achteraf, natuurlijk deed me ook wel even zeer. U bent echt altijd positief, hè? Ja, maar het is gewoon eerlijk. Als ik er ben, dan ga ik niet om liegen, dan doen ze keuren netjes tegen mij. Hoe staat het ervoor met je eigen kookkunst? Kan je een beetje koken, Henk? Jawel, ik kan wel koken, maar ik ben weer eens... Ieder jaar ben ik daar op dieet. Hoe zo op dieet, waarom? Ja jongen, ik was weer... Een beetje genieten. Ik was een jaar terug, 100 kilo, dan was ik weer 93. Dan was ik weer bijna 96, nu ben ik weer 92. Dus ik wil nu eigenlijk naar de 89 kilo. Dus ik ben nu, thuis zijn we heel gezond aan het eten samen met mijn vrouw. Zoals, noem eens iets. Een maaltijd, wat staat er vanavond op tafel bij jou? Ik denk dan een lekker stukje vis en dan wat groenten. En wat salade erbij. Mm-hmm. Ja, dat neem ik vanavond wel, ja. Maar voor de spelers... Ja, hebben we een diëtiste en die begeleiden natuurlijk wat ze nodig hebben. Dus we proberen ze wel het juiste te geven. Dus hier worden geen kapsalons gegeten en pizza's zoals het rondgaat bij PSV? We hebben nog geen kapsalon. Maar ik vind wel dat ze, als we na de wedstrijd, en we hebben het goed gedaan en we spelen thuis, dan zeg ik wel eens even tegen de jongens, lekker met z'n allen de stad in. Juist, lekker niet. En dan nemen ze een drankje, of mij nemen ze 7-upje, wil ik hem uitschillen. Mag toch ook wel. En nemen ze dan een kapsalonnetje na een wedstrijd een keer. Ja, wat maakt mij. Ga je zelfs dan ook mee de stad in? Nee, nooit. Ik ga nooit met mijn spelers of wat dan ook op stap. Ik vind er moet altijd verschil blijven. Trainer, spelers. En niet dus iedereen is gelijk hoor. Uh-huh. Maar ik vind, je moet nooit mee. Als je een keer een drankje te veel op hebt en een speler zien dat, dodelijk is trainer. Dodelijk. Niet doen. Henk, wat zou jij in de toekomst nog ooit trainer van willen worden? Oh, ik zou wel een keer naar het buitenland willen. Ja? Ja, ik zou wel een keer naar, ja, wat is dat, Indonesië of China of zoiets, of Australië, hè? Gert-Jan zit daar, mijn maatje. Maar is dat gewoon echt voor de omgeving of ook gewoon om nog even wat knaken binnen te harken? Nou, als dat ooit een keer zou kunnen, dat zou wel lekker zijn, maar ik vind het ook wel leuk om andere dingen een keer te doen. En kijk, dan neem ik die aan en de twee jongsten mee. Die twee oudste jongens, die zijn al groot. Dus die kunnen in het huis blijven wonen en dan kunnen wij gewoon, ja, we kunnen erop uit en dat lijkt me wel mooi. Wat is de leukste reactie van de supporter die je ooit hebt gekregen? Nou, dat zijn zoveel jongen.
ja, dat, ze me, dat ik hier door de stad loop met mijn vrouw en dat de mensen zeiden, held. Ik zei, wat zeg je nou, dat moet je niet weer doen hoor, dat kan niet. Dat kan, maar toen werden we kampioen, toen werden we kampioen. Ja, maar zo zijn ze hier hè. Mensen zijn zo warm hier, niet normaal. Terwijl ze ook direct zijn, diezelfde mensen, maar ze zijn ook zo warm. Prachtig. Henk, ik ga je enorm bedanken. Top. Bedanken voor je tijd en bedankt dat we hier mochten zijn. Ik ga je heel veel succes wensen dit seizoen op de Cambuur. Met wellicht promotie. Ik hoop het. Ik hoop het ook voor jullie, zeker. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar een kijkje in de keuken. En tot de volgende aflevering. Doei doei!